Zoals je ziet, Kurt, de interactiebegeleider, en Jeff is vrijwilliger bij ons en varkensfluisteraar. Varkensfluisteraar. Ik roep ook Edat Kanaar voor de code. Misschien, Kurt, kunnen jullie kijken voor de code daar in het centraal te doen, dan kan iedereen goed zien. Ja, Edat kan, ga je meehelpen? Ja. Het is ons niet gelukt de code te kraken, maar misschien lukt het wel door onze Camille en door onze Jeff. Eratkan legt een aantal plaatjes op de grond. Op de achterzijde van de plaatjes staat een cijfer. De bedoeling is dat Camille de 4 cijfers er gaat uithalen. Dus hij gaat 4 in de juiste volgorde, gaat hij 4 plaatjes moeten aantikken. En dat zal de correcte code zijn. Hoop ik. Als Camille niet te veel stress heeft, zoals daar juist. Want dat was alles in dat liegen gepland. Oké. Camille, zoek. Zoek, jongen. Zoek. Camille, zoek. Ja, hij heeft de gele plaat aangeduid. Erat kan, dat is het nummer. Het nummer 5. Camille, zoek. Zoek, jongen. Zoek. Ja, goed. Camille, zoek. Ja, hij heeft de blauwe aangeraakt. Camille, zoek. En de gouden plaat. Oh, ja, de gouden plaat. Het nummer 9. En de bloem. Ja, de cijfercombinatie hier aan de kant. Tikt ze omhoog. Ja, dat is. Ik zie het niet. 5139. Jeff, ga jij de code ingeven? 5139. Sorry. Oké, okay, nu hoop ik dat Camille inderdaad niet te veel stress heeft gehad en dat hij de juiste cijfertjes. 5139. Slot. En slotje. Voilà, nu mag je gaan voorstaan. Ja. Voilà. Oké, proficiat aan Camille, Jeff, Kurt en Eratkan.